Nou, we hebben een center run georganiseerd. Voorafgaand aan deze run hebben leerlingen allemaal geld opgehaald via een online systeem. En vandaag verzilveren ze dat eigenlijk door met z'n allen eigenlijk de run te doen. En dat is hier in het park hiernaast. En ja, ze lopen eigenlijk een symbolisch rondje om het geld op te halen voor het goede doel. En welk goede doel is dat? De Stichting De Blauwe Ruiten. Dat is een stichting voor kinderen die het thuis financieel niet heel breed hebben. En op het moment dat er dan dingen zijn op school waarvoor zij geen geld hebben, dan springt eigenlijk de stichting in. En dat kan zijn een laptop voor school, dat kan zijn een fiets, maar dat kan ook binnenkort hebben een Ardennenreis. En dan springt eigenlijk de stichting in, want wij vinden gewoon dat iedereen alles moet mee kunnen doen op een school. En daarvoor zijn we echt heel blij dat wij dat geld kunnen ophalen voor deze stichting. Ik heb net nog gekeken, we zitten al op 18.000 euro. Dat is eigenlijk, we gaan richting een record. Dus dat is echt fantastisch, ja. Ja, dat geld ophalen om te doneren bleek voor de ene leerling wat lastiger dan voor de ander. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald voor het goede doel? Ja, niet zoveel, 45. Ja, onze klasse is van 2.300 euro. En hoeveel heb jij eraan bijgedragen? Ja, maar 30. Jij hebt 1100 euro opgehaald voor het goede doel. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb doorgestuurd naar mijn vrienden en familie. En gevraagd of die het ook door zouden sturen. En toen kreeg ik heel veel geld binnen. En dan kon ik doneren voor de sponsorloop. Gelukkig vinden de leerlingen het goede doel ook erg belangrijk. Ja, heel erg. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk voor de kinderen die geen school hebben en gewoon daar geld voor op te halen. Ja. Ja, dat wel. Maar we moeten wel een beetje andere mensen moeten doneren, maar ja, dat doen ze niet echt. En ook over de Santa Run waren de meningen verdeeld. Vermoeiend. Ja, waarom vermoeiend? Ik heb niet zo'n goede conditie. Ja, het was heel leuk. Echt, ja, heel sportief ook. Ja, het was echt heel leuk. En de leerlingen kunnen ook wat meer doen dan alleen even dat rondje rennen. Ja, en wat wij eigenlijk doen, het is eigenlijk een beetje een gezamenlijk ding. Hè? Dus we trommelen eigenlijk alle collega's op. We hebben hier twee hutjes, er wordt chocomel verkocht, worden marshmallows gebraaid op het vuur. En dat doen ze allemaal met muntjes en dat muntje kost 50 cent en ook dat gaat naar het goede doel. Het is gewoon eigenlijk ook een soort van gezellige afsluiting van het schooljaar, van het kalenderjaar.